De stem van de streek. Omroep Voeren. Vergunder Focus liggen op. Moedige kerels. Voilà. Komt er waar aan. Waar is dat feestje? Ja, in Moelingen. En wanneer komt het eraan? Volgende week zaterdag, 2 september, starten de festiviteiten. En die lopen tot en met maandag 4 september. Allemaal op het Kerkplein in Moelingen. Gekende feesten. Vier dagen feest. Drie dagen feest. Voor beginnen zaterdag. Oké, ja, ja. Maandag eindig voor. Dus ja, het is een speciale editie, omdat de stoet 124 jaar besteedt. Ja, dan mag ze toch zeker in de verf zitten. En is dan met een van de, of misschien wel de oudste vereniging van Moelingen. Dus ja, we willen dat veren met de deuren, met de lui die in Voeren wonen, de lui die in Grondvoeren wonen. Mm-hmm. Dus op zich kijk voor er heel erg naar uit om van deze jubileumeditie een unieke editie te maken. Ja, als je liet, dan mag ze terecht, dan mag ze wel vier opzien. En er zitten alle twee nog in andere verenigingen en verweten wie moeilijk het is om alles elke keer opnieuw, elk jaar dan waarschijnlijk, rond te krijgen. Dus als ze dan zo'n jubileumeditie hebt, dan mag ze dat zeker wel Klopt. En in dat opzicht is het misschien wel speciaal, want de stoet is niet in de jaren 1900 ontstaan, maar in 1898. Dus dan weet ze dat het eigenlijk al heel lang metgeet. Dus dan is het mooi dat het op dit moment nog besteedt en dat we als dorpsvereniging activiteiten voor de Moelingenaren en de lui daar rond kunnen organiseren. Chic, chic. 1800, dat is mijn opa wordt toegeboren. 125 jaar. Ja, ja. Mooi. En het begint dus op 1 september. Het begint niet met de start van het schooljaar. We gaan de kinderen op het gemak naar school laten gaan op vrijdag. Maar zaterdag 2 september, dan is er waarheid voor de jonge generatie. De kindernamiddag is, zoals andere jaren, ook dit jaar ook weer op het programma. Dat is eigenlijk een succesformule gebleken, want als stoet wil ze zich vertegenwoordigen als een vereniging voor alle generaties. En dan met dat, toen we eigenlijk de kinderen na middag gestart zien, dat eigenlijk op heel veel animo kon rekenen. En ik wil eigenlijk wel heel erg blij zien dat we ook het voor de jeugd kunnen aanbieden. Dus de kinderen na middag start rond de klok van 3 uur, als ik het goed heb. En er is voldoende animatie voor de kids. Er is ook van alles lekkers. Er zien nog het optredens en uiteraard is ook de kermis weer van de partij. Dus naast de festiviteiten of de activiteiten in de feesttent zien er ook de voorkramers die met hun toestellen en genot aanwezig zien op het kerk. Zijn er nieuwigheden? Zo'n toestellen als de andere jaren? Is er iets speciaals? Er zijn nieuwigheden, maar ik gewoon dat eigenlijk deze namiddag pas huren wat de nieuwe genen zijn. Ah, oké, is goed. Dus, maar er zien we al nieuwe attracties hebben gehuurd. Romgroffel. Ja, maar op zich is het wel nodig dat er een schetnuis ging. Mm. Dus kijk vroeg wel een beetje naar uit. En op zich matcht dat dan ook al weer met een verjaardag. Dus dat is wel leuk. Mooi, fijn. Ja. Dus zaterdag 15 uur? Ja, dan is het moment om als jong gezin of met de grootouders en met de kinderen naar het kerkplein af te zakken. Het terras is geopend, de feesttent is geopend. Vanaf 2 uur eigenlijk al, maar vanaf 3 uur start het programma. En rond de vroege avond, 5-6 uur, dan loopt dat eigenlijk op zijn einde. Mm. En dan bereidt voor ze uiteraard voor op de jeugdvijf, want die is terug van weg geweest. Summer Vibes Revived zijn het eigenlijk al volledig in de naam. Maar de gloriedagen van Moelingen Kermis op zaterdagavond, die brengt weer terug. En het is eigenlijk ook wel een beetje een symboliek. Als je ziet dat de afgelopen jaar de heel het jeugd terug bij de stoet is aangesloten. Merk ze ook wel dat mede door hun impuls terug naar boven is gedragen. En ik moet zeggen, de energie is er, het enthousiasme is er. En ik denk dat ze het heel goed hebben aangepakt om Summer Vibes op nieuw leven in te blazen. Dus
ja, het wordt wel een gezellig feest, laten we het zo zeggen. En er zit lokaal talent in, maar, dat op het programma staat, maar zeker ook bekende namen die op de nationale radiostations te huren zien. Dus, Dat is een andere melodieke met als je daar. Dat is niet erg. Nee. Goed, oké, okay, fijn. Ja, het, ja, is ik, ik heb dat nu in herinnering, 15 augustus. Dus amper 10 dagen geleden. Ja. Als ik dan zorg wie vuil jeugd erachter de warstong, dan, dan is dat best wel een pittige, levendige jeugd in Moelingen. Klopt, ja. En dus dat er een jeugdvuif is, ja, dat is dan een. Ja, dat is wel een meute, denk ik. Van op zich, als je ziet, ja, ze hebben er heel veel inspanningen voor geleverd. Ze hebben ook, ja, moet ik zeggen, het ook een nieuwe look gegeven. En als je dan ziet dat ze ook aandacht hebben voor enerzijds, ja, echt bekendere namen. Zoals DJ's van M&M, wie Nina Black en eigenlijk Caracals, wat ook een heel bekende naam is. Vrouwelijk DJ-talent, zeg maar. Die ook op Tomorrowland 3, die op de grootste festivals 3, die weten ze dan nog niet te holen. Ik vraag me af wie ze doen. Maar anderzijds is er ook aandacht voor de streek. En dan zien ze ook dat, ja, de ronkende namen hier, wie DJ Talk, Latido Schroet, Burnstyle, Matix, Lax en DJ Smet van Hoed Riems, dat die eigenlijk ook, dat die ook op het programma steun, dat die ook, ja, weten aan te vullen wie, hoe het publiek hiervan hield. Zeker in deze streek, want dat is toch ergens, ja, overal een beetje anders. En dan denk ik wel dat ze met een heel sterk programma zijn gekomen. En we zijn voor blij dat we dat opnieuw kunnen presenteren aan de jeugd in Voeren en omstreken. Om hier toch wel een hele leuke avond te hebben op Moelingen Kermis. Prima. Dan is het zondag. D-Day Bino, hè? Ja, dat is D-Day. Ja, zondag is wel de goede dag, kan ik vooral zeggen. Omdat rijdig van het smorgens vroeg tot in de late uren gaat op het programma steed. In de feeststand is eigenlijk, de feeststand is eigenlijk geopend vanaf Noord of half 11. En dan zal er, ja, vanaf 11 uur start eigenlijk het programma al. We hebben Duo on the Rocks, die wel gekend zijn op de festiviteiten in de gemeente Voeren. Maar die zullen ook op de Moelingen Kermis hun performance brengen. En dan is het eigenlijk, zie luiden eigenlijk feestend een bijzondere dag één. Een dag die gevuld staat met veel muziek, maar ook, ja, tradities. Omdat het uiteindelijk toch wel een vereniging is die al ettelijke jaren bestaat en die er dus eigenlijk ook bepaalde tradities in ere trachten te houden. En dan neven is er eigenlijk ook wel een mooie knipoog, zeg maar, naar eigenlijk het ontstaan een beetje van de stoet. Als je ziet, ja, het is eigenlijk ontstaan, zeg maar, uit de dorpspolitiek. En als ze dan beloogt wat er dan nog op het programma staat in de namiddag, dan is dat wel een duidelijke link. Want we vieren ook 60 jaar Voer bij Limburg. Dus op zich een rijk gevulde dag, denk ik. Maar dan kunnen we misschien kunnen we ook wel gaan dieper op een gewoon, denk ik. Roger. Ja, dat is goed, jong. Hey. Ja. Moeilijke kermis is eigenlijk, ja, vanaf de namiddag kun je wel zeggen, dan gaat het eigenlijk in één ruk door. Verstarten met het ganskoppen. Het was onlangs nog even in de media, maar in Moelingen geuver goed weer. Dus de traditie blijven behouden eigenlijk. De traditie blijft in ere behouden. Het is cultureel erfgoed en we zijn blij dat we dat nog altijd kunnen tonen. Het ganskoppen is eigenlijk ook wel een activiteit die druk bezocht is, ook ieder jaar. Hoe eigenlijk ook heel veel lui van over de hele gemeente naartoe komen. En dit jaar denk ik voordat dat niet anders gaat zien. Dus vanaf half 3 start eigenlijk het ganskoppen. En aansluitend, ja, is het eigenlijk ook, ja, zien we dan eigenlijk ook dat we dan een mooie koppeling kunnen maken met 60 jaar Voeren bij Limburg. En dan zal er eigenlijk een show zien van Vendeliers die met de vlaggen zwaaien. Dus dat gaat eigenlijk plaatsvinden in de Durpstraat. Dus ja, echt
nabij het Kerkplein. Dus dat brengt dat eigenlijk ook onder de aandacht. En dus op zich, de namiddag zit eigenlijk een beetje in het teken van, ja, hoe komt Voeren vandaan? Welke tradities zien er hier in het dorp? En ja, dat brengt we daar wel een beetje onder de aandacht. Dat duurt niet te lang, want het moet natuurlijk ook attractief blijven voor iedereen. En daarmee zal Egidius ook een optreden verzorgen in de namiddag. Dus vanaf 3:30 zal hij de leukste deuntjes spelen, denk ik, om het publiek te vermaken. Prima, dat is dan een heel leuk programma. Dat is al gaat, hè, want ja, als het smorgens start, dan is er wel... dan zie je dat er redelijk geld op de planning staat. En het is eigenlijk nog niet gedaan. Want rond 6:00 dan brengen we onze 125-jarig bestaan ook wel onder de aandacht. Dus ja, dat is eigenlijk ook wel een soort van huldigingsmoment, laten we het zo zeggen. Ja, ja, ja. Dat je we ook op een attractieve wijze brengen. Is er zo'n moment hoe het echt in de aandacht gebracht wordt, in de kijker gezet wordt? Ja, vanaf om 6:00 eigenlijk, op zondag, wordt eigenlijk het 125-jarig bestaan echt uitgelicht. Hoe we van komen, hoe we nu zien en wie voor de toekomst voor ons moet zien. Dat is eigenlijk wel, dat komt er eigenlijk wel naar voren. Maar nogmaals, vergun dat niet. Dat wordt niet een heel droog moment. Dat mag wel een animatie zien. Dus op een leuke wijze geven we dat brengen. En op die manier proberen we eigenlijk ook het dorp weer te betrekken. Want we hebben nog wel een verrassing voor het dorp in petto. En het heeft ook weer te maken met het traject dat we hebben afgelagen en hoe dat voorheen ging. Dus ik ga dat nu niet vertellen, want anders is de fun er vanaf. Maar ik zou zeggen, kom... Ja, dan kunnen ze het feest presenteren, dus... Nee, kom zo nog maar goed, dan moet ik een kermis. En dan, dan gaan we het allemaal zien. Dat is chic. Ja, en s'avonds gaan we dan uiteraard weer. Er zijn DJ's, Tak en Attido Schroet, die gaan alweer tussendoor de deuntjes... Die is niet meer te krijgen. Nee, ik vraag me ook af hoe ze nog niet zien, eerlijk gezegd. Maar er zien ook bands. En we hebben het eigen talent uit de eigen vereniging die in een band zit, in een band speelt. Dus zal Zekwa Collectief een optreden verzorgen. In de avond, gevolgd door toch wel een stevige rockband, zeg maar, de Guild. Die het s'avonds eigenlijk ervoor gaan zorgen dat de sfeer er goed in zit. Dat er zowel voor de jeugd, maar eigenlijk ook voor de 30-plussers, animo is. Dus dat is een goede rock on Moelingen. Ja, het geeft wel een leuke avond zien. En daarna nemen Tak en Latido Schroet weer over, dus... het belooft een stevige dag te worden. Maar uiteraard hebben de lui ook nog tijd op zondag. Ja, ze hoeven niet te werken, normaal gezien. Maar goed. Behalve de jeugd achter de bar. Maar de jeugd achter de bar zal zorgen voor de nattigheid. Ja. Zal zorgen voor de fly. Ja. Zal zorgen voor... Okay, joh. Dus op zich... En die zorgen al sowieso voor het ganse feest. Dus dat, Zich. We zijn nog blij dat we het kunnen organiseren. En dat er zoveel enthousiasme rond is. Ja. Dus... Dat is het belangrijkste. Zoals ik al hou vermeld, zal er de nodige nattigheid zien. Maar dat is natuurlijk normaal. Op een kermis. Maar uiteraard ook... er is opnieuw een terras dat beschikbaar wordt gesteld. Er is koffie en vlaai. Er is een frituurwagen aanwezig. Er is ijs. Er is eigenlijk van alles gaat te van zien. Alles om te... Ja, en uiteraard. Ja, de kermis is ook nog altijd open. Dus het wordt... op zondag sowieso zijn er mogelijkheden om voor jong en oud het nodige plezier te hebben op de plei in Moelingen. Wat we misschien ook nog even moeten vermelden is dat we hopen dat Omroep Voeren er ook bij is. Dus we tussendoor even... Voor wat niet? Ah, okay. Dat patroon is nog niet hier. Maar is nog niet hier, maar we gunnen het met vijf. Als we tussendoor even... Misschien eigenlijk elke ding in het brief helpen. Als we zo tussendoor het verslaggeving kunnen doen, dan is dat misschien wel leuk. Kunnen we ook het lui van de deur van het woord laten. Ja, dat is goed. Dus op zich, Ligo is dat wel leuk. Dat wordt zondag. Als we dan kijken naar de laatste dag, naar maandag. Maandag 4 september. Dan staat er een avondprogramma op de planning
verstarte om 6 uur met een muzikale optocht door Ene Dorp. En dan gaan we eigenlijk tonen wat we op 15 augustus dus ook getoond hebben tijdens reprise. Maar dan over de volledige lengte. Dus de Cramignon werd toch weer gedanst. En dus ook bij deze weer een warme oproep om deel te nemen aan de Cramignon. Vooral schrikken naar de jeugd. Maar dat hoeven niet alleen maar meisjes te zien. Dat mogen nog jongens zien. Zijn die bang, denk ze? Nee, maar... Hebben die toevallig dan al training van de voetbal? Nee, nee, het is een opvallende vaststelling dat het vooral dames zien in de Cramignon dansen. Mm. Maar op zich heb ik op 15 augustus wel laten zien dat het ook... dat het een mooie mix kunt zien. Ja. Dus dat wordt een tocht door het dorp. We starten eigenlijk aan de feesttent rond 6 uur. Dan is ook de harmonie uit Noorbeek ter plekke. Traditie, hè? Dat is ook traditie. Dat is ook traditie. Dat de chauterie wou voor ja, even klopt. Een tussendoortje? Of, ja, normaal gezien is de chauterie altijd op 15 augustus. En, Met de kermis is het dan de harmonie uit Noorbeek. Die eigenlijk de optocht opluistert, zeg maar. Dus vertrekken door het dorp, deur op straat. Dan gunt voor richting het ijssalon. Dus richting de Voerstraat, door de Veldweg eigenlijk naar de Mischerstraat. Dan stop voor even op de Withoestraat, bij Jacques. Mm. In Moeningen kunt iedereen Jacques. Ja, ja. En dan keer we eigenlijk zo terug naar de deur op via... Ik kreeg een kind Jacques, maar Jacques kent niet die kringen. Ja, via het Neubrukske. Via Neubruk, dat vind ik leuk. Dat is een leuke... Ja, toch op zich. En dan gaan we via de Koosstal terug naar de feesttent. Dus het wordt gezellig onderweg. En... Het is ook altijd leuk als je aan de muzikale optocht deelneemt. Zowel als harmonie zijnde, als vlaggedragers, als lui die de Cramignon dansen of de lui die gewoon metlopen, want dat kind natuurlijk ook. Dat de deur op gaat verseerd is. Dus dat de vlag goed hangt van Moelingen, dat de tuintjes zo in orde zien, dat er lui langs elkaar steunen. Dat is op zich altijd een genot als de muzikale optocht is. En uiteraard mag je ook rekenen op de lui die ons ontvangen tijdens zo'n muzikale optocht. Dus dat is eigenlijk, eigenlijk ook een grote dank voor. Dat moet gezellig. Ja, nee, dan vult ze dat het kermisgebeuren, de kermisgedachte, gedragen werd door het ganse dorp. Dus inderdaad. Ja, dan komen er stilletjes aan. Wat is dat? Anderhalf uur? Ja, we zullen rond 9 uur terug in de feesttent zien. Het doort wel even. Stops. Ja, ik kent het geen langer door. Ja, het zien, in totaal zien het 4 stops. Mm-hmm. Maar op zich is dat toch wel nodig. Want het is toch wel een redelijke afstand die dat ze afleggen. Ja, ja. En als ze dan met kinderen zitten, is het natuurlijk moet ook een beetje comfortabel blijven. Namelijk niet, die blazers die moeten nog af en toe op amp kunnen komen. Hè? Ja, dan moest toch ervoor zorgen dat ze kunnen blijven spelen. Ja, prima. En dan gaat het feest weer door. Zeker en vast. Dan volgt eigenlijk het slotakkoord, kunt ze wel zeggen. Maar dat geeft er... Dan gaan we er een keer goed uitpakken, want we hebben Fons en die van ons gecontacteerd. En zie gewoon als live band gaan ze er boel nog een keer op zaal te zitten. Ah, super. Om deze feesteditie, zeg maar, van Moening en Kermis op een gepaste wijze af te sluiten. Fons en die van ons brengt eigenlijk de grootste platen. Brengen die live, maar brengen natuurlijk ook... verschillende genres. Dus er zit een beetje van alles in, pop, rock, gedance, soms ook ertussen. Maar de show aan zich is al de meute weerd. Ken zich al ergens al gaat inbeelden wie de naam vond, mm-hmm. die van ons. Ik denk zo'n beetje Art Manneke zo. Wel in truc. Maar dat koppelen ze eigenlijk aan heel veel energie. En ik moet zeggen... Het is toch een van de betere bands die ik al gezien heb. Zeker ook qua dance moves en de show die er gebracht wordt. Dat is wel de meute weer. Dus we kijken er zelf ook heel erg naar uit. En we hopen dat de lui die aanwezig zullen zien eigenlijk ook daarvan kunnen genieten. Ja. Dus het start rond 9 uur ongeveer. Fons en die van ons, dat wil zeggen dat Ekringen er is. Dat het groot feest is voor Ekringen. Groot, klein, muziekshows overlappen in elkaar en doorkruisen in elkaar. Feestvreugde nog.
Helemaal hoog, helemaal hoog. En de kind had dat gezegd van die vezelrug gedaan. Ja, ja. Deel een taart, dat werd ze klinger. Deel een daak, die werd niet klinger. Deel de vreugde, die werd alleen maar groter. Dus, voilà. En dat is alles wat vergunnen in de Moelingen met de volgende kermis. Ja, ja, zeker en vast. Dus, ja, er staat op nieuw vuil op het programma, maar dat mag ook wel. We hebben een unieke verjaardag te veren en dat willen we te gooien doen. Dus, en dat mag te gooien doen. En dat vernieuwig voor uiteraard iedereen hoed. Dus misschien nog de vermelding waard dat op zaterdag dat er een inkom is voor de jeugdvijf. Dus voorverkoopkaarten aan €5 zien te koop bij Chamot, bij de Groene Maart, bij het Gazetje in Riemst. En er wordt nog een plaats, maar uiteraard liet me dat weer in de steek. Maar het is alleszins te vinden op Facebook. De entry, zeg maar, op zaterdag namiddag is gratis. En uiteraard op zondag en maandag is het ook volledig gratis. Dus een kermis moet toegankelijk zijn voor iedereen. Maar, inderdaad. Jury op mijn achterhoek dat het laatste voorverkooppunt Moeder de Gans wordt. Als we dan op een hockeyfeest gaan in Teuven, dit weekend kan Robby Moeder de Gans nog een voorverkoopkaart gaan horen. Ja, dat is juist. Dat is me gaan denken. Dat moet voor nog één. Dat vertel ik binnen 5 minuten. Maar dat is goed. Nee, maar goed. Zo zeggen iedereen okay. Welkom op Moelingen Kermis. Op Summer Vibes ook, als de jeugd in het loesteren moet zien. En zo zeggen, 2, 3 en 4 september is Moelingen alweer hotspot van de wereld. Mm. Dus alle dag heen. Oké, okay, voor loesteren dag erheen, voor volgende tijd. Gooi je rood hier erop. Als we straks ervoor zien, dan zien we ze in Moelingen op de kermis. Of live, hè, want we hebben juist een uitnodiging geschikt naar Omroep Voer om ook ter plekke aanwezig te zijn. Ja. Ah, klopt. Ik ga nu even aan denken als luisteraar, maar inderdaad. Ja. Okay. Ja, we keep in touch. Goed, super. Verzien de zeker dag, Glenn. Bedankt voor de uitvoerige presentatie van dit leuke programma. En er is maar één goede raad dat weekend. Hè. Kom naar Moelingen. Bedankt, achter bio. Mocht zien. Gerge door. De stem van de streek. Omroep Voeren.